Het kappen van bomen in Almere tijdens het broedseizoen kan echt niet door de beugel. Dat zegt Lodewijk Lamers. Hij is specialist in boomonderhoud en adviseert daar ook over. Je ziet wel dat daar in de top wat lichte taksterfte zit. De gemeente Almere wil op het eiland Utopia in het Weerwater bomen kappen omdat wandelaars gevaar zouden lopen vanwege vallende takken door de zogeheten essentaksterfte. Als het dat inderdaad essentaksterfte is, dan moet het allemaal een beginstadium zijn. De echte zware gevallen, een van de laatste ontwikkelingsfasen van essentaksterfte, dan kan een boom inderdaad ook echt gevaarlijk worden. Daar heb ik hier niet echt aangetroffen van hele grote dode stammen en zo. Dood hout, ja, zoals ik al zei, dat zit erin. Maar dat zit er de afgelopen 5, 6, 10 jaar misschien al wel in. Ja, het was vorig jaar net zo gevaarlijk als het nu is, bij wijze van spreken. Ja, en dat maakt het dus heel vreemd dat je dan besluit om juist in het broedseizoen nog door te gaan. Lamers was voor een second opinion ingeschakeld door de eigenaar van watersportbedrijf Heddock, dat naast Utopia ligt. Lamers betwijfelt of door de provincie een vergunning voor de bomenkap is afgegeven. Bovendien vraagt hij zich af of Almere wel de juiste regels toepast. Wat ik lees op de site van de gemeente Almere is dat ze zich nog bezighouden met de Flora en Fauna wet en de Boswet. Maar die is niet meer geldig. Dus... Het zou best kunnen dat wat ze doen of willen gaan doen nog de komende weken, dat niet mag. Het verbaast mij hooglijk waar ze mee bezig zijn. De gemeente Almere blijft erbij dat kappen, ondanks het broedseizoen, hoog nodig is. Een bijzonder moment voor de 6-jarige Joël Korf uit Emmeloord gisteren. Bondscoach Danny Blind van het Nederlands voetbalelftal onderbrak zijn persconferentie om hem een handtekening te geven. Hij werd begeleid door Oranje-spelers Daley Blind en Kevin Strootman. We moeten even onderbreken. Hij wil een handtekening van de bondscoach. Ja, natuurlijk. Ik dacht al waar die bleef. Joël was in Huisterduin in Noordwijk in een andere zaal op uitnodiging van het Prinses Maxima Centrum, waar kinderen met kanker worden behandeld. Joël kreeg een jaar geleden te horen dat hij kanker had. Na intensieve chemotherapie is hij onlangs schoonverklaard. Joël Korf is de zoon van Tjeerd Korf van Flevo Boys. De tipgever die een geweldsmisdrijf van 2 jaar geleden aan de Eeuwenweg in Almere weet op te lossen, krijgt 10.000 euro. Dat maakte de politie gisteravond bekend in het tv-programma Opsporing Verzocht. In juli 2015 raakte de bewoner van een woning aan de Eeuwenweg ernstig gewond aan zijn hoofd. De 83-jarige man was nog in leven, maar overleed 2 maanden later. Hij heeft niet kunnen uitleggen wat er precies is gebeurd. Volgens een woordvoerder van de politie heeft de uitzending tot nu toe 1 tip opgeleverd. Het is niet bekend of dat de gouden tip is. De tweekoppige fractie Leuk in de Lelystadse gemeenteraad is uit elkaar gevallen. Fractievoorzitter Marianne van der Watering en Hisham Ismaili Aloui hebben besloten uit elkaar te gaan. Ismaili Aloui stapt over naar GroenLinks. Beide raadsleden bevestigen dat hun politieke ideeën al een tijd uit elkaar lopen. Het is de 2e keer dat Aloui in deze raadsperiode van partij wisselt. Hij stapte in 2014 samen met Van der Watering uit de inwonerspartij Lelystad. SV Urk heeft voor volgend seizoen een nieuwe trainer en wel in de naam van Richard Karrebelt. De inwoner uit Apeldoorn is nu nog trainer van derde divisionist ONS Sneek. En SV Urk is razend blij met de komst van Richard Karrebelt. Nou, we hadden een profiel opgesteld en daar paste Richard ontzettend goed in. Heel sociaal. Ik denk dat hij heel goed bij Urk past. Urk is natuurlijk een fantastische club die, met een fantastische achterban natuurlijk waar het hele dorp trots op is. En dat is natuurlijk wel iets unieks in de top van het amateurvoetbal. Hij heeft al best veel ervaring bij andere clubs. Hè? Bij ONS, bij Apeldoorn, maar geen Muiden. Het is wel iemand met veel clubervaring. Ja, nou, ik denk dat dat ook voor een club als Urk heel belangrijk is dat er iemand staat met ontzettend veel ervaring ook in de hoofdklasse. En we hebben natuurlijk nog een hele jonge groep ook. We denken dat we heel veel van Richard kunnen nog leren. Was hij zo enthousiast over SV Urk? Nou, ik denk dat in het trainerswereldje Urk een speciale plek heeft. En vooral ook natuurlijk omdat we het met eigen jongens doen. Denk ik dat veel trainers ook graag de uitdaging een keer aangaan om bij Urk trainer te willen worden.